water. En mocht je je nou afvragen, wat gebeurt daar weer allemaal in het glazen huis? Wat zijn dat van manslu die daar in een stoon? Dat zijn de flaarzen. Een hele goeie avond. Nou, dan moet ik toch even meteen een corrigeren. Sorry. Ja, we zien inderdaad... Jongens, ik ben meug. We zien inderdaad wel gat van de flaarzen, maar we zien de sociëteit oud-prinsen van de flaarzen. Ja, maar dan zit je toch gewoon een deel van de flaarzen. Verheuren bij de flaarzen, joh. Dat is wel helemaal wat. Nee, dat lijkt helemaal niet gevoelig. We zijn heel goede vrienden van de flaarzen en we zijn ontstangen uit de flaarzen. Ja, mensen uit de vereniging. Hè? In mijn defensie, ik heb heel veel oeren niet geslapen. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Dat maakt niks uit. Hoe lang besteedt de sociëteit al? We hebben volgend jaar jubileum gehoord. Want we zijn natuurlijk, ja, dat moest oud prins zijn. Omdat ze dan pas bij de sociëteit kent. Ja. En ja, de Vlaarissen hebben jubileum dit jaar. En dan zijn we volgend jaar, dan besteedt de eerste oud-prins pas in jubileum. Ja, en hoe kijkt Davy kijkt naar de af hier aan het raam kloppen. Ja. En zei van, moet even een blaadje. En ik heb een blaadje hangen geduwd. Maar vertel, wat staat op dat blaadje? En wat kun je hier doen? We komen sowieso niet te lang kallen. Want dat vingen die lui onheet leuk. En toen ze onheet mag... We zijn net terug van iets heel bijzonders. Want de Vlaarzen hebben nu een besloten avond. En we hebben daar een jubileumslager gebracht voor de Vlaarzen. Okay. Dus we hebben de slager gewoon van Glijn, van de Wereldstad. Maar dit is een bijzondere slager die we cadeau hebben gegeven aan de Vlaarzen. Dat is een mooi en cadeau. En die hebben we net overhandigd eigenlijk. Meteen al goud. Gouden plaat, de stijver gegeven. Eigenlijk is het dus ook gewoon een primeur wat hier vanavond in het glazen het is plaatsvindt. Heel vers. Want wie is er op dat idee gekomen? Om die, nou goed, er is altijd bij een jubileum, is ook een jubileumslager, traditioneel. En soms dan zijn die heel erg groot en soms zijn die minder. En nu dacht ik, we moeten weer eens een heel goede productie neerzetten. Een heel schoon nummer voor de Vlaarissen. En ja, ik weet zeker, het is niet alleen voor de Vlaarzen, want het is 7 x 11 jaar de vastelovend in de Wereldstad. Ja. Daar gaat het ook echt over. En de andere verenigingen zitten er ook allemaal in dat nummer. Het zijn stukjes van oude slagers en de toekomst, de nu dingen zitten erin verwerkt. En het is opgenomen in ons leven Zittert. Ik zou ze niet verwachten. Maar ook door, ik ben leraar, ik kan gewoon 45 minuten vol. Nou ja, daar heb je nog heel even aan. Ja, sorry, maar toe, het is, ik wil toch Mark Verblak die en ook bedanken dat het arrangement gemaakt. Ja. Er zitten muzikanten van André Rieu in dit nummer. Ja. Het is een traditioneel vol orkest. Slager, traditioneel vastlopend. Ritchie, ik ben normaal gesproken niet zo brutaal, zoals je niet geluid. Maar mag ik vragen, heren, of overvallig u dan noemt, wat schuift dat? Ja, dan moet ik Brian. Brian is ook onze penningmeester. Oh, is niks voor niks, hè, deze laatste vier Brian, dagen. Kom eens even hier. Ik zie hem. Wat schuift dat? Ik zie een hele angstige ogen in mensen. Heel angstig ogen. Maar ik denk, wat is het nummer waard om hier te draaien? Ja, nu zit ze wel heel erg veel blokken. Jongens, denk er heel even vandaag, komen we er dadelijk op terug. Moet je soundchecken? Zeker. We hoeven niet te soundchecken. Nou, dan zou ik zeggen, pak een moment of shine. Ja. Want dan gaan we hier een absolute primeur blijven hier in het glazen huis. Dan doen we roken 7 keer 11 hot, flat. Nou, kom op. Die niet is net te veel. Een optreden dat kost 111 euro, dus het verrijkende van dadelijk. Hartstikke bedankt, jongens. En de primeur hier vanavond in het glazen huis. Het sap met hun... Sorry, oh, jongens. Ik zeg helemaal niks meer. Begin maar met zingen. Ik heb de tekst, het is echt heel vies. Hoe is Robert Knops? Is dat ook niet? Je ziet al een hele tijd live. En we hebben nog een aantal uren tot morgen 4 uur, dus ik vraag ik hem een heel klein beetje op te zitten. Stop dat yes. Me
hoofdstad is Londen, die van mij, dat is Parijs. Wat denk ik van New York, man, dat is het paradijs. Maar met de vaste loventiet van Spas en Schellekal. Geen nemen zoals mijn klop, mijn scheid, geen lennig bovenal. Al zevenmaal dat schoonste getal, ons gelijn stijgt. Gehad. In de dag had opgeblazen met een toegesmeten koel. Maar dan het schoonmal van het vieren zing verzong ik wat te moe. Al zevenmal dat schoonste getal, ons gelijn stijgt bovenal. Met echte spas en schelle kal, al zevenmal dat schoonste getal. Heb je dat 3 dagen lang gehad? En is Gelen een wereldstad? Al zevenmaal dat schoonste getal, ons Gelen steekt bovenal. En Centrum Management zingt met Davy, kom hier, kom hier. La 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 la, ja la, la 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 la, la 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 la. Ten huwelijk met een schout voor topperuk of op de kop. En door ochmotse kiekje stijgt een dansmerietje op. In de tunnel schoon verkleid, kom met zwentie bolders op. Een optocht in met konkelaire, Augustine schrijft erop. Al zevenmaal dat schoonste getal, ons gelijn stijgt bovenal. Met echte spas en schelle kal. Al zevenmaal dat schoonste getal. Heb je dat 3 dagen lang gehad? En is Gelen een wereldstad? Al zevenmaal dat schoonste getal. Ons Gelen stijgt bovenal. La la. De vlaren ze met frisje slup en vieze mutsje op. Kruid op de nieuwe wagen, de prins pronkend erop. Eén prins ligt voor de gekke met gaat naar de stop. Zet al zevenmaal 11 keer de wereldstad op zijn kop. Al zevenmaal dat schoonste getal, ons Gelen stijgt bovenal. Al zevenmaal dat schoonste getal. Heb je dat 3 dagen lang gehad? En is Gelen? En is Gelen een wereldstad? Al zevenmaal dat schoonste getal. Ons Gelen stijgt bovenal. La, ja, dit is ook niet leuk, hè? Nou, oh, jongens, fantastisch. Oh, het prinsen, wauw. Ja, ja, ja. Ik ben in de hoes. Nee, ze zijn er nog, ze zijn er nog. Ha, nou, Bjorn. Je kent wel zingen, moet ik zeggen. Ja. Gerard, dankjewel. Dankjewel ook voor de donatie van de 77 euro. Ze zussen maar weer. Niet voorbereid, totaal onverwacht kwamen ze binnen. Maar het leverde ons wel weer fijn, 77 euro.